Wij zijn vandaag begonnen met het betonstorten van de nieuwe rotonde, de nieuwe toegang naar de ADT. Want het ADT-terrein wordt helemaal ontwikkeld, zullen we maar zeggen. In de toekomst zal er meer verkeer kunnen rijden van Frans op de Wild naar Enschede. En daardoor komt er een nieuwe veilige verkeersaansluiting. De mensen gaan zeker merken, want de mensen van Enschede die moeten dan over de rotonde als ze naar Frans op de Wild gaan. De mensen van het vliegveld die kunnen via een bypass die straks hier loopt. En de mensen van Frans op de Wild gaan via een bypass die nog achterlangs komt wat lopen. En naar het vliegveld gaan ze over de rotonde. Dus de verkeersafwikkeling wordt zeker anders op deze plaats. Deze nieuwe rotonde is gewoon duurzaam ingericht. En is van beton. De meeste rotonden zijn hier overijs van asfalt. En deze van beton, dus dat maakt hem bijzonder. Er komt nog een hele weekendafsluiting. Dat is in de week van 26 november. Dan wordt de hele weg afgesloten, want er wordt de rotonde op aangesloten. En eind dit jaar is hier alles klaar. Op het ogenblik is het nog niet droog. Het ziet er droog uit, maar het is er nog niet. Morgen is het wel droog en dan zou je er al in ieder geval overheen kunnen lopen. Maar er kunnen nog geen voertuigen overheen. Pas na 2 weken kan er een voertuig overheen rijden.